Telepper van level 18 is wel even andere koek. We gaan gewoon even... Oh nee, hij is ook steen. Daphne is ook steen. Oh my god. Ja hoor. Nee, wat doe je? Doe je leer? Oh nee, ik doe leer. Ik drukte te snel. Dit was zo onnodig en zo jammer. Maar goed. Jossa, jij... Hey kijkers van de One Up, leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video in een gloednieuw jaar 2021, waarin ik een gloednieuwe papa ben geworden. Eigenlijk was dat nog in 2020, december. Ja. Wat een beetje gek is, vandaag, 19 januari, was Daphne, mijn vrouw, uitgerekend en zou Finn geboren worden. Maar Finn is gisteren al een maand oud geworden. Hij was heel vroeg geboren en dat brengt natuurlijk allemaal complicaties met zich mee. Ze zijn allebei super gezond en daar ben ik heel erg blij om. Maar dat is wel een beetje de reden, met heel veel ziekenhuisbezoeken en heel veel controles en heel veel aandacht en liefde en het opvoeden, dat het wat stiller was op het kanaal. Maar hey, we zijn back. We zijn terug. We spelen de Nuzlocke verder. En ik moet eerlijk bekennen dat ik niet meer zo goed weet waar we ook alweer gebleven waren. Hoe het ook weer zat. Dus laten we eens even naar ons team kijken. We hebben Carré van level 15. Raphaël van level 16. Daphne van level 14. Paul van level 16. Jossa van level 15. En Tom hebben we recent gevangen van level 10. Ja, weet je. Ik zou zeggen, als wij nu een Pokémon vangen en het is een mannetje, dan moet die eigenlijk wel Finn heten. Daar gaan we natuurlijk wel voor. Dat wilde ik al zo lang doen, maar ik dacht iedere keer, als ik zelf een naam kies en niet jullie uit de comments, dan denken jullie misschien wel, hey, zou dat de naam zijn die Kevin en Daphne voor hun zoontje hebben uitgekozen? En dat wilde ik namelijk niet verklappen. Goed, wij gaan eens even kijken waar we ook weer waren. Wij zijn volgens mij in het stadje van Misty, de tweede gym. En gaan we die gelijk halen vandaag? Dat vind ik een beetje tricky. Maar als ik hier naar boven ga om de trainers te verslaan, wat denk ik handiger is om te doen, dan komen we onze rivaal tegen. Dus wat me denk ik handig lijkt, we hebben hier een water gym. Maar alles is natuurlijk random. Het is een randomized Nuzlocke, dat ben ik even vergeten. Want ik wou zeggen, dan ga ik Tom trainen. Een gras Pokémon in een water gym. Maar ja, we weten dus eigenlijk niet zo goed of hier... Nou, hier sowieso niet, want dit is de Pokécenter. Kevin, je moet naar de gym. Wat voor trainers we hier gaan treffen? Maar laten we even deze twee trainers verslaan. Die hier zo in de gym zitten. Dan gaan we nog niet Misty verslaan. Dan gaan we eerst naar onze rivaal. En dan misschien nog wat trainers daarboven. Even zien hoe lang we dan ongeveer bezig zijn. Laten we hopen dat we niet gelijk sterfgevallen hebben in 2021. Maar gewoon een feestelijke aflevering. Dat lijkt me beter. Eens even kijken. Wij hebben hier een Barboach. Dat is een waterpokémon. En Tom is een gras-pokémon. Dus in principe zou dit moeten kunnen met een Vine Whip. Watergun zou niet zoveel moeten doen. Dus ik ben zeer benieuwd. Kijk, dat doet niet zo heel veel. Wat doet een Vine Whip? Kijk eens even. Boom, in één keer dood. Lekker bezig. Zo kunnen we Tom wel een beetje trainen. Hoppa, leveltje 11 in één keer. Dat gaat lekker zo. Gaat Tom nog dingen leren? Wow, bijna naar het volgende zelf. Nummel. Kijk, dat is wat minder leuk. Dat is namelijk een vuurpokémon. We zetten Tom wel in, maar dan doen wij zeg maar wisselen naar Raphaël, I guess. Raphaël is wel level 16, dat is wel de hoogste die we hebben, maar ja, toch een waterpokémon tegen een vuurpokémon, dat moeten we toch wel eigenlijk inzetten, dus laten we dat dan maar doen. En ik denk zomaar dat we zelfs naar level 12 gaan met Tom, onze Weepin' Bell. Even kijken, hoeveel punten krijgen we hiervoor? 150, zou genoeg moeten zijn, ja. Tom naar leveltje 12, lekker bezig. Raphaël nog lang niet naar level 17, maar dat maakt allemaal niet uit. Eens even kijken hoe ver wij ongeveer... hoeveel health is er afgegaan? Niet zo heel veel, hè? Nee, 6. Dan denk ik dat wij deze trainer ook nog wel aandurven met onze Weepin' Bell. En dan laten we Misty even voor wat het is. Maar we doen deze twee in ieder geval eventjes aanvallen. Dat lijkt me voor nu goed. Eén Pokémon. Het is een Vileplume. Kijk eens eventjes. Hallo Vileplume. Van level 19. Oh my god. Daar gaan we met een Weepin' Bell niet heel veel tegen kunnen doen. We hebben hem wel ingezet. Maar dan denk ik dat we... Wat gaan we doen? Psychic? I guess? Jossa? Level 19 is hoger dan alles wat wij zijn. Dus Jossa, red ons, please. Red ons van deze Vileplume. En sterf niet. Mega Drain kan heel veel pijn doen. Jossa, please. Tank it. Tank it. Goed zo. Kijk eens even. Wat een baas is die Jossa. Hypnose misschien eerst?
Ja hoor, dan slaapt Vaalploem. Ik zeg goed bezig. En dan doen wij denk ik gewoon een confusion. Confusion, please. Die is nog lekker aan het slapen. Confusion, here we go. Ja. Hoeveel damage doet dit? Als het goed is, redelijk. Jazeker. Vaalploem blijft slapen. Dus dit is een goed teken, dames en heren. We hebben een goede tactiek. En een Vaalploem van level 19. Ik denk zomaar dat onze Weeping Bell, onze Tom, easy naar level 13 gaat. Easy. Oeh, we hebben er nog eentje nodig. Confused. Lekker. Is Vaalploem nog steeds asleep? Nee, wel wakker. Oké. Okay. Hit jezelf en sterf, denk ik. Nee, oké. Okay. Dan moeten wij toch nog een confusion doen. Dat is allemaal niet erg, want Yossa is een tank. Oh my god. Here we go. Vaalploem is hartstikke dood. Hartstikke dood. En Tom is naar level 13. Lekker bezig. Leert nog niks, maar dat maakt niet uit. Hij zit eigenlijk al bijna op hetzelfde niveau als onze andere Pokémon. Dus dat is heel erg chill. Ja, en ik denk dat nu gewoon wel het moment van de waarheid is. Hoeveel geld hebben we? Kevin heeft op dit moment 2750. Dat is niet heel veel. Maar ik denk dat we daar toch wat potions van gaan kopen. Om op die manier toch een beetje te kunnen overleven tegen onze rivaal. Want ik ben bang. Ik ben zeer bang. De laatste keer dat wij tegen onze rivaal hebben gevochten was toen hij eigenlijk alleen nog maar één starter Pokémon had. Maar wij moeten dit keer tegen meer Pokémon vechten. En volgens mij zijn die allemaal wel een iets hoger level dan wat wij zijn. Wat hebben wij in onze tas zitten allemaal? Wij hebben heel veel antidotes, één revive, een Rickandy, maar we hebben geen enkele potion. Dus wij gaan gewoon potions kopen. Dat lijkt mij het handigste. Geef mij de potions. Zoveel als mogelijk. Hoeveel pokeballs hebben we? Dat wil ik trouwens ook nog even checken. Hoeveel pokeballs? 3. Ah! Dan wil ik eigenlijk ook nog wat pokeballs kopen. Laten wij 5 pokeballs kopen. Ja. En potions. 5. I guess. En dan is het geld alweer op, hè? Ja. Dan is het alweer op. Goed, wij gaan onze grote rivaal een poepje laten ruiken. Dat doen wij niet met ons kontgat, maar met Tom van level 13 en de rest van ons team. We zetten Tom wel vooraan. Is dat slim? Nee, ik denk het niet. Laten wij voor veiligheid kiezen vooraan. En dan kies ik Rafael. Rafael is onze steun en toeverlaat. Rafael van level 16. Jij gaat het voor ons flikken. Laat eens even zien. Gary, please don't end this Nuzlocke aan het begin van 2021. Ik wil niet dat dit de laatste aflevering is, want het is de eerste aflevering of eerste video van 2021 en die wil ik graag positief beginnen. Dus laten we alsjeblieft een goede battle hebben. Rivaal Jabber. Jabber heeft een Cacnea. Dat is volgens mij grond, maar ook gras. Dus dat is niet heel handig voor Rafael. Dus wat dan wel? Daphne. Daphne? Let's go! Ik ben echt een beetje random nu bezig. Growth, oké. Het is een gras Pokémon. Ik twijfel of het ook een grond is. Of dat het alleen gras is. Psybeam. Dat moet wel wat damage doen, denk ik. Hoeveel? Ja, redelijk. En hij is confused, dus ik teken ervoor. Hit jezelf, please. Doe een beetje mee. Ja, lekker bezig. Kijk eens even, tot de helft. Als dat nou nog een keer gebeurt, één Psybeam en hij hit nog een keer zichzelf, dan is deze al dood. Doet-ie even. Lekker bezig, dankjewel, Cacnea. Oké, dat zijn wat puntjes voor Rafael en een paar puntjes voor Daphne, die zelfs naar level 15 gaat. Gaat Daphne nog wat leren? Rock Tomb. Oké, ja, dat wil ik wel leren. Maar voor wat dan? Rapid Spin, Mudslap. Ja, doe maar Confusion, want we hebben Psybeam. Dus dan gebruik ik Confusion eigenlijk ook sowieso niet. Dus doe maar. Lekker. Rock Tomb voor Daphne. Lekker bezig. Wat voor Pokémon komt daar nu? Het is een Omanyte. Oh, dat is een waterrock. Dan denk ik dat Tom een goede zet is met zijn Vine Whip. Dat denk ik. Laten we dat maar gewoon proberen. Tom, laat je van je beste kant zien. Vine Whip.
Doet dat damage? Ja, dat doet zeker damage. What the? In één... Oh, wow. Dat was heel erg lekker. Gaat gelijk naar level 14. Tom is een fucking beast. Dankjewel. En dan komt er een Pelipper. Dat is vliegwater. Vlieg is best wel sterk tegen Tom. Water zou wel Vine Whip goed werken. Maar ik denk dat wij... Rock Tom gaat ook niet werken. We gaan gewoon met Daphne weer een beetje Psybeamen. Dat lijkt me goed. Een beetje Psybeamen met Daphne. Jongens, voor alsnog gaat dit van een leien dakje. Pelipper van level 18 is wel even andere koek. Maar we gaan gewoon even... Oh nee, hij is ook steen. Daphne is ook steen. Oh my god. Dit is zo dom. Waarom zet ik Daphne in? Wat is dit dom? Oké, dit doet ook niet zoveel. Oké, hij is wel confused. Maar dit is niet wat ik ervan verwacht had. Rafael. Rafael kan mega punch of mega kick. En dat kan wel eens even wat damage doen. Pelipper hit zichzelf. Daar ben ik heel erg blij mee. En wij kunnen mega punch. Ik denk dat dat wel iets gaat doen. Een water gun gaat niet zoveel uithalen. Een wing attack misschien wel. Please survive. Ja, mega punch doet als het goed is lekker wat damage. Ja hoor, het is wel een critical hit. Dus dat is allemaal niet fantastisch. Laten we hopen dat dit nog even zo goed blijft gaan. Geen critical hits alsjeblieft. Mega punch. Ah, we hebben er nog wel één nodig. Maar kan Rafael nog een wing attack aan? Ja, dat wel. Maar het moet dan geen critical hit worden. Please. Of hit jezelf. Dat zou ook heel fijn zijn. Nee. Geen crit. Please. Yes. Oh, lucky bastard zijn wij. Maar hij gaat alsnog niet dood nu, denk ik. Oké, nu gaan we wel even switchen naar... een wing attack kan Tom niet aan. Paul kan een wing attack aan, maar er moet geen water gun komen. Carré. Laten we Carré gewoon even proberen. Carré level 15. Laat je van je beste kant zien. Jij kan wel... Snapped out of confusion. Jij kan wel een water gun aan, denk ik. Please. Ja hoor. Nee, wat doe je? Doe je leer? Oh nee, ik doe leer. Ik trikte te snel. En dan moet ik weer wisselen. Ah, ik had nu gewoon het kunnen finishen. Oké, Jossa, doe jij het dan maar. Dit was zo onnodig en zo jammer. Maar goed. Jossa, jij doet... even kijken. Dit kun jij makkelijk aan. Het was zelfs een crit. Doe maar confusion. Hoppakee. En een Pelipper neer. En hoeveel Pokémon komen er nog? Volgens mij nog één. Gaat er iemand een level omhoog? Niemand? Oké. Magikarp. Hey, dat is leuk. Die kan Tom wel aan van level 14. Nou, volgens mij is dit ook legit zijn laatste Pokémon. Ja, een Magikarp. Nou, hartstikke leuk. Die kan waarschijnlijk tackle, want hij is level 15. Hij doet splash. Hartstikke leuk. Kan je nog iets? Hoppa. In één hit dood. Nou, dat was fijn. We gaan niet naar een volgend level, want hier krijgen we amper dingen voor. Maar we hebben Jabber hartstikke verslagen. Jongens, no stress. We hebben de rivaal verslagen en het was eigenlijk pretty easy. Hij komt nog een keer terug. Wat komt hij zeggen? Oh ja, blablabla. Bill is niet thuis. Oh nee, een fame checker. Wat doet de fame checker? Ik heb geen idee. I don't know. Mensen, beste mensen, zoals Hugo de Jonge zou zeggen. Ik ga hier denk ik de aflevering stoppen. We hebben gewoon wat trainertjes verslagen, de rivaal verslagen. Het is een wat kortere aflevering, I know. Maar we moeten weer een beetje rustig inkomen. Ik denk met wat kortere, lekkere afleveringetjes dat dat fijn is. De volgende aflevering gaan we deze brug, gaan we alle trainers verslaan. Dat zijn er echt 6 of 7 achter elkaar. En een nieuwe Pokémon vangen. En als dat een jongetje wordt, dan wordt dat natuurlijk Finn. Ik ga nu weer even naar Finn toe, want Finn moet lekker eten zometeen. En dat hoort er ook gewoon allemaal bij. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik ben blij dat jullie er nog steeds zijn. En ik ben blij dat ik weer terug ben, dat we weer lekker video's gaan maken. En ik hoop dat jullie er veel zin in hebben. Laat het weten in de comments. Laat wat namen achter in de comments. Want stel, we komen een meisje tegen. Hoe moet die dan heten? Die gaan we natuurlijk geen Finn noemen. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Tot de volgende video, die snel zal zijn. En laten we dat tempo weer gewoon lekker vasthouden. Life is good. En het gaat goed hier. Mama is gezond. Finn is gezond. Ik ben gezond. Ik slaap iets minder. Maar dat komt allemaal goed. Mensen, bedankt voor het kijken. En dat heb ik al gezegd. Maar doei.